Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Belinda's Bloemenkiosk in winkelcentrum Geesterduin en Slijterij Nolet aan de Stationsweg te Castricum. Welkom bij Coole Lokaal. In dit programma peilen we de sfeer tussen Noordzee en Alkmaar de Meer en dat doe ik gewoontegetrouw met vier gasten bij mij aan tafel. Ik ga praten met Wilco van Pel over zijn fietstocht naar Santiago de Compostela. Verder met Carrie Duin, zij wil een vrije school oprichten in Castricum of in Uitgeest. René Smithuis heeft haar hele collectie schilderijen van de Bergse school cadeau gedaan aan het Singermuseum in Laren. De vraag is waarom en hoeveel pijn doet dat? En Nancy van der Zee, daarmee ga ik praten over mooi zijn en je mooi voelen. Welkom bij Coole Lokaal. Welkom bij Coole Lokaal. Vierde jaargang, eerste aflevering. We hebben er al een uitzending of 30 op zitten met z'n allen. En dit wordt weer een leuke uitzending. Welkom allemaal met z'n vieren. We gaan het hebben over de Bergense school. We gaan het hebben over de vrije school. We gaan het hebben over mooi zijn en je mooi voelen. En we gaan het hebben over jouw fietstocht, Wilco, naar Santiago de Compostela. Je bent niet de enige die dat doet. Hè? Mensen fietsen, mensen lopen. Ja. Je bent 3 weken geleden teruggekomen ongeveer? Met 6 augustus ben ik weer teruggekomen. Ja, heel huids. Ja, zo te zien. Ja. En rijker? Ja, absoluut. Ja? Ja, absoluut. Ja. Vertel eens, waarom? Nou, ik zat er voordat ik wegging, voelde ik wat je opgesloten zitten. Ik miste wat plezier vooral, zoeken. En nou ja, dan ga je toch iets zoeken van hoe kun je je plezier weer een beetje terugvinden. En toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga gewoon eens in mijn eentje fietsen. Een stukje, nou normaal gesproken een dag, dan denk je van, dan voel je met de dag alweer oké. Maar je komt zoveel leuke mensen tegen onderweg en elke keer als ik er weer over praat, dan ervaar ik weer het plezier wat ik daaraan beleefd heb. En dat neem ik ook mee naar mijn werk. Dat merk ik in mijn omgeving, wat je uitstraalt. Dus ja, dat ervaar ik zeker als rijkdom. En ook als je nu bijvoorbeeld niet lekker in je vel zit, wat ik de afgelopen 2 maanden niet meer heb gehad. dan pak je toch weer dat moment even terug en dan gaat het weer van voor af aan. Was dus eigenlijk enigszins therapeutisch dat je dat deed? Ja, misschien wel. Ja. Ja. Ja, want voelde je niet happy? Ik was aan het zoeken. Ja. En het idee dat ik naar Santiago de Compostela wilde fietsen, dat speelde eigenlijk al een paar jaar. Ik heb 2 keer met Alpe d'Huez meegedaan. Dat ik continu aan het fietsen was voor een ander, voor mijn gevoel. En toen had ik zoiets van, nou, het wordt ook wel een keertje Wilco-tijd dat ik iets voor mezelf ga doen. Dus dacht ik van, nou ga ik naar Santiago de Compostela fietsen. Ja, maar er zit wel een relatie tussen die twee. Ja. Ik bedoel, je bent zelf getroffen door die ziekte. Ja. En dat is waarschijnlijk ook de reden geweest dat je die Alpe d'Huez hebt meegedaan. Ja, klopt. Ja. Ja. En nog zoveel pech had dat je 2 keer bent getroffen door die ziekte. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dan ga je toch wel vragen van, waarom ik of niet? Ja, nou die vraag die kun je stellen. Ja. Heb je die nooit gesteld? Nou, mijn vader is in 2007 overleden, die had alvleesklierkanker. En toen vroeg ik mijn vader wel van, ja, waarom? En toen kwamen we er eigenlijk achter van, je krijgt toch geen antwoord op die vraag. En toen ik in 2011, nota bene 2 maanden nadat ik Alpe d'Huez had meegenomen, werd ik dus getroffen door Hodgkin. En ja, dat is gewoon een pijnlijk moment dat je dan voelt dat je je wereld in elkaar zit van, oh jee, en dat je eigenlijk de flashbacks van vroeger weer terugkrijgt van hoe je daarmee omgaat in de behandelingen. Ik was als de dood voor een beenmergpunctie. Had ik een hele nare ervaring mee toen ik 5 was. Eigenlijk mijn laatste beenmergpunctie. Toen was er maar drill van de beenmergpunctie, de naald zeg maar, die was 1 centimeter te kort. Waardoor ze liepen te douwen op je rug. En dat ze mensen met 5 mensen moeten tegenhouden omdat je tegen een plafond aan vliegt. Ja. Dat heeft me eigenlijk wel een soort van trauma opgeleverd. En toen hoorde ik dus op dat moment dat ik de behandelingen inging, voor onderzoeken ook, dat ik in ieder geval chemo en bestralingen zou krijgen, dat er een operatie moest plaatsvinden, maar dat ze ook nog een keer een beenmergpunctie moesten nemen. En ja, toen met dat gevoel van toen, dat zat ik als een berg tegenop, letterlijk. En toen heb ik wel met de verdoving en uiteindelijk gingen ze met een kurkentrekker nog mijn bot in om een stuk bot eruit te halen. En
toen voelde ik een soort van uitstraling naar mijn been. En ja, daar had ik gewoon... je kunt het niet uitleggen. Het is alsof je botten vacuüm getrokken worden. En dat gevoel, dat heb je dan. Het is een gevoel dat valt niet uit te leggen aan je omgeving. Maar dat is dan waar je tegenop ziet. En ja, die laatste beenmergpunctie, daar heb ik wel ervaren dat ik over die angst van toen ik klein was, dat ik er overheen ben. Dat voel ik nu wel. Mm-hmm. Dus ja, misschien is het ook wel goed geweest dat ik het dan die tweede keer heb gehad om daar overheen te komen. Ja, ja. Om het positief te bedenken. Ja, maar je bent nu schoon verklaard. Ja. 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 Ze zeggen altijd, twee keer kanker overwonnen vind ik altijd moeilijk te begrijpen. Ja. Kan je kanker overwinnen of is het gewoon een kwestie van toeval? Want het lijkt dan net alsof je met je power het kan overwinnen. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, ik bedoel, of je dat bewust kunt overwinnen dat je gewoon geluk moet hebben. Ja, ja, het is heel gek. Toen ik klein was, gek genoeg, toen lag ik met 9 andere kinderen dus in het AMC-ziekenhuis. En dan kom je op controle en dan hoor je van de een naar de ander is overleden. En dan vraag je als 7-jarige, vraag je af wanneer je zelf aan de beurt bent. Nou, dat gebeurt dan niet. En toen in 2011, toen ik door Zwicht werd getroffen, toen had ik gelijk de overtuiging van dat gevoel van, ja, wat het ook is, dit gaat goed komen. Ja. En dat heb ik continu gehad. Ja. Die reis, neem ik aan dat je ook af en toe hebt gedacht van, nou, mijn lijf doet het gewoon goed. Ja. Was dat ook een van je doelen van die reis? Van laten zien dat je er gewoon... Nee, het was niet om mezelf te bewijzen. Ik had 2 jaar geleden had ik al voorgenomen om dit te gaan doen. In april heb ik een botscan gehad. En toen bleek dat mijn botdichtheid met 5% is afgenomen de afgelopen 2 jaar. En als ik er dus nu niks aan zou doen, dan zou ik tussen nu en 10 jaar zou ik dus ingezakte wervels kunnen krijgen. Dus ik heb ook gelijk aan een infuus gelegen om calcium uit mijn bloed te trekken naar mijn botten. En dat gaf bij mij wel het besef van dat ik er toch naar Santiago de Compostela, wat ik de hele tijd in mijn hoofd heb gehad, dat dit het moment was om dit nu te gaan doen. Ja. Ja. Alleen? Eenzaamheid? Ja. Erg op jezelf teruggeworpen? Erg eenzaam geweest? Nee, dat viel mij mee. Ik was er banger voor dan het achteraf is geweest. Ja, het gekke is, als jij in je eentje op pad gaat, de fiets en de genietje. Op een gegeven moment was het een mooi verhaal. Op een gegeven moment was ik op een weg en denk van, wauw, ik ga van de stilte ga ik genieten. En toen was er een vlieg en die vloog aan de rechterkant, die ging voor me vliegen. En op een gegeven moment vloog hij links en op een gegeven moment, waar is die? En toen kwam je weer rechts, alsof je verstoppertje speelde. En je geniet ook veel meer van de vogeltjes. Het zijn eigenlijk van die kleine dingen. Ja, ja, het zijn kleine dingen. Dat ga je steeds meer waarderen. Ja, alleen hoef je natuurlijk ook niet eenzaam te zijn. Klopt. Ja. Ja. Dus dan heb je even goed gezelschap in de vorm van de natuur. Ja. Maar als je op campings kwam, dan ging je in je eentje bij een restaurantje zitten. Maar in no time zaten de mensen bij je, begonnen te kletsen. Er was één moment, dat was toen ik in Dax was. Dat was de enige keer dat ik echt alleen was. Toen was ik bij een picknicktafel. Toen dacht ik van, nou, dan ga ik maar eens in een boekje lezen of wat schrijven. Toen had ik een fles wijn gekocht en toen ben ik op die bankje van die picknicktafel ben ik even gaan liggen. Ik denk van, even relaxed. Maar toen werd ik om 9:45 s'avonds ben ik wakker geworden, want toen was ik in slaap gevallen op het bankje. Toen dacht ik van, nou ja, toen stond er nog een halve fles wijn. Ik denk, dat is ook zonde die morgen weg te gooien. Dus laat ik die maar even leeg drinken. Toen ben ik mijn tent in gegaan. Ja, dus... En de volgende dag wat minder kilometers gemaakt waarschijnlijk. Nou, dat viel wel mee. Ja. Ja. Want hoeveel kilometers heb je gemaakt? In totaal, 2530. Zo. Ja. Dus 100 kilometer per dag ongeveer. Ja, klopt. Respect. Ja, rustdagen of niet? Of elke dag iets? Ik heb 3 rustdagen gehad. Ja. En is het dan druk op die route? Ik bedoel, is het een stoet? Nee. Nou, je hoort veel mensen die dat doen. Of lopend, of fietsend. Ja, ik heb ook gehoord dat er heel weinig mensen in een eentje vanuit Nederland aan het fietsen zijn. Ik heb wel een paar wandelaars ontmoet uit Nederland die het vanuit Nederland zijn gaan wandelen. Maar de meeste mensen die starten in Saint-Jean-Pierre-de-Pont, dat is in Zuid-Frankrijk. Dat is eigenlijk het punt dat je richting Rochefort gaat, dat je in Spanje terechtkomt. En daar begonnen de meeste mensen met hun tocht. Okay. En allemaal die, je hebt hem bij je, die Sint-Jacobsschelp. Ja. Die draagt iedereen die dat doet. Nou, ik heb een hoop mensen ben ik tegengekomen. Ja. Weinig fietsers, gek genoeg, die ik onderweg tegenkwam. Maar wandelaars aan een tas. Deze kreeg ik van Theo Verstegen. Die woont in Karstekum, maar die had het met zijn vrouw had hem gedaan. En nou ja, tijdens mijn vertrek bij fietsenwinkel Zijlstra
heeft hij hem aan mijn fietstas gebonden. Hij zei van, dan kunnen mensen zien dat je deze tocht aan het doen bent. En dat was wel bijzonder. Ja, je wordt niet gesponsord door de Shell, hè, want die is andersom. Ja, dat klopt. Ja. Die is met de opening naar beneden. Ja. Heeft verder allemaal boeken meegenomen, routeboeken. Ja. Je zus heeft een fotoboek gemaakt. Ja, en mijn zus gemaakt. Ja. Ja. Nou, dat is een mooie herinnering. Het zijn hele leuke verhalen. Dus mijn stempelkaart is ook leuk. Dan ga je dus elke camping en waar je komt, of refugie, daar ging je stempeltjes ophalen. En het was eigenlijk een soort van sport, want het was elke keer zo wie er vooraan stond en hoppa stempelen. Ja. Dus dat zijn leuke dingen. En dan zie je die foto's weer terug in je boek. En dan, dan begint het toch weer te herleven. Voel je nou, je had het net al, een nieuw mens of is dat een beetje overdreven? Het is gewoon... Nieuw niet, maar het is wel dat je de oude Wilco achter je hebt gelaten. Ik weet niet. Is iets voor jullie ook? Ja, ik wil even iets vragen. Ja. Ga je via een vaste route? Want ik zie jou met allemaal... Of ga je de ene gaat aan die kant van Frankrijk en de andere aan die... Hoe zit zoiets? Hoe gaat zoiets? Er zijn twee wegen, wat ik weet. Is de weg met oude wegen. En die gaat dan eigenlijk een beetje aan de oostkant. Die schijnt mooier te zijn. En ik ben de Sint-Jacobsroute heb ik gefietst. Dat zijn deze boekjes ook. Oké. En er zijn dus drie delen. De eerste dag ben ik alleen naar Eersel toe gefietst. En dat was ook gelijk mijn langste etappe. Die was 164 kilometer. Ja. En van daaruit ben ik richting Aalst gegaan. En vanuit Aalst kwam je dan eigenlijk weer op de route zoals die in de boekjes ook beschreven staat. Okay. En er staan ook wel leuke foto's dan in, zodat je kunt zien van, dat zijn leuke bezienswaardigheden, waardoor je eigenlijk alweer getriggerd wordt van, als ik daar langs kom, dan vind ik het wel even een moment om daar even bij stil te staan. Ja. Ik vroeg me af, is het iets voor jullie? Zo'n voettocht of een fietstocht? Of nee, voor mij zeker niet. Daar ben ik al vet blij voor. ik vind het echt heel knap. En wat is nou hetgene wat je het meeste indruk heeft gemaakt op die hele reis? Ja. Meeste indruk? Wat je het meest hebt onthouden als... Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt. Ik heb een Franse auto die me voorbij reed en dat die na 100 meter stil staat en dat er een deur open gaat. Ik denk van, die gaat de weg vragen. Uh-huh. Maar vervolgens gaan er nog drie deuren open en die mensen gaan in een rijtje voor die auto staan en die gaan applaudisseren van buen camino, buen camino. Het is gewoon bijzonder en dan merk je toch, dat je ervaar je toch dat je met iets, dat je iets bijzonders aan het doen bent zonder dat je het zelf door hebt. Ik ervaar het gewoon als normaal, gek genoeg. Het was ook een moment, en dat vind ik misschien wel het mooiste moment, dat ik op een gegeven moment op een weg was en het was onwijs warm, 38 graden in de schaduw. Ik had 18 bidonnen water had ik leeg gedronken en er staat een vrouw staat aan de kant van de weg en die houdt me aan. Ik, nou. En die vraagt van wil je wat drinken? Ik zei nou ja, waarom niet? Ik wist wel een colaatje. Nou ja, kom maar mee. Dus we gaan zo'n weggetje in, er staan twee tafeltjes en ze zegt wil je binnen of buiten? Ik zei nou ja, zeg doe maar binnen, ik vind wel een beetje cool. Dus ik ga naar binnen en de man staat achter de bar en die gaat de tafel voor me dekken. En ik denk van nou rustig aan, weet je, van ik vraag niet of ik iets wil eten. Maar ze zegt volgens mij lusje wel. Ik zeg nou dat klopt wel. Ik zeg ze zegt, als je wil dan kan ik wat macaroni voor je maken. Ik zeg nou dat klinkt goed. Dus uiteindelijk bordje macaroni en ondertussen vertelt mijn verhaal van waar ik vandaan kom, waarom. Mijn hele verhaal dus. En die waren dus onder de indruk. En vervolgens tweede bordje macaroni. Uiteindelijk na vier colaatjes en twee bordjes macaroni wil ik afrekenen. En dan zegt die vrouw van nou, ik vind het zo bijzonder wat je aan het doen bent en waar je vandaan komt. Dit is wat je van ons krijgt. Ja. Dus toen was ik in Santiago. Toen heb ik ook een kaart gekocht. En toen heb ik een Spaanse vrouw heb ik aangesproken. Van die, je kunt vast wel iets vertalen van het Engels naar het Spaans. Dus en heb ik opgelaten schrijven van mede door jullie macaroni ben ik hier terechtgekomen. En toen heb ik hem... Mooi verhaal. En nu weer het normale leven, weer in het onderwijs, Amsterdam-Oost. Ja. Kleutergroep dit jaar had ik begrepen. Ja, klopt. Heel wat anders. En is een gewone school, Weverik? Het is een, dan moet ik het netjes uitdrukken, het is een school voor anderstalige kinderen. Oké. Okay. Ja. In Amsterdam-Oost. Ja, nou, in die buurt. Dat is een bruggetje naar het volgende onderwerp. We gaan nu even over de vrije school, Caridaan. Je bent een van de... Twee tot nu toe initiatiefnemers die een vrije school wil oprichten. Althans, de harde kern bestaat uit twee dames. Ja. Jij en Jacqueline. Ja, klopt. Ja. En jullie willen een vrije school oprichten in Kastikum of in Uitgeest. Ja. Dat is natuurlijk de vraag van waarom zou je dat willen?
Ja, waarom zouden we dat willen? Vrije schoolonderwijs is tegenwoordig heel erg populair. Heel veel onderwijs, daarop wordt bezuinigd. Er zijn heel veel wijzigingen in het basisonderwijs. Daardoor gaan sommige ouders, zoals Jacqueline en ik, wat kritischer kijken naar van wat willen. Maar jullie zijn ouders, wij zijn geen docenten. Nee, wij zijn ouders. Ja. Dus wij gingen wat kijken van wat willen wij nou graag voor onze kinderen. Jacqueline die deed cursussen op de ouderacademie in Haarlem. En ik kwam eigenlijk via ermee in aanraking met het vrije schoolonderwijs. Je hebt niet zelf op een vrije school gezeten? Nee. Jullie ook niet? Nee. Okay. Zodoende hebben wij afzonderlijk van elkaar in maart van dit jaar een mail gestuurd naar de Vereniging van Vrije Scholen. Zijn er initiatieven bekend of kennen jullie mensen die hier in de buurt een vrije school willen? En toevallig bleek dat ik een dag na Jacqueline had gemaild. Dus wij werden door de vereniging aan elkaar gekoppeld en wij zijn van start gegaan. Door de Vereniging van Vrije Scholen? Ja. Dus die ondersteunen dan zo'n verzoek? Ja. Ja, in zekere zin, ja. En je bent dus eigenlijk begonnen uit persoonlijke motieven? Je vindt dat een goed soort onderwijs voor jouw kind? Ja, ik wil het heel graag voor mijn kind en ik wil het ook heel graag voor andere kinderen hier in de buurt. Dus, ja. En denk je dat die behoefte er is in Kastikum? Ja, dat denk ik, jazeker, ja. Heb je die gepeild op de een of andere manier? Of? We hebben via wel wat ouders gesproken en gevraagd van, hoe staan jullie daar tegenover? En heel veel mensen reageerden gelijk van, ja, we willen dat ook, maar ja, het is heel veel werk en ik heb er geen tijd voor, maar ik wil het echt heel graag. En zo'n 30 jaar geleden is hier in Kastikum ook een initiatief geweest om een vrije school op te richten. Dat is bijna gelukt. Maar wegens omstandigheden is het niet gelukt. Dus die mensen die vonden ons ook vrij snel en die stuurden ons ook motiverende berichten. Want waar moet je nu terecht als je in Kastikum woont en je wil je kind op een vrije school? Bergen? Je kan naar Bergen, Alkmaar, ja. Zaandam, Haarlem. Okay, dus je kind moet altijd reizen? Ja. 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 Waar ik een beetje nieuwsgierig aan ben. Ik weet dat demografisch gezien neemt het aantal kinderen gewoon af. Ja. Zowel in Kastikum, maar eigenlijk in Noord-Holland. Ja. Er zijn scholen die zijn moeten fuseren. Ja. De Augustines en de Tourmaline bijvoorbeeld. Ja. Zijn jullie er niet bang voor dat jullie school daar dan mee te maken krijgt? En ook bijvoorbeeld, denk ook aan passend onderwijs. Dat er steeds meer kinderen zijn die geïntegreerd moeten worden bij de vrije school. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe wil je dat aanpakken? We hebben gezien doordat we hebben een website gelanceerd. En op die website kunnen mensen aangeven dat ze geïnteresseerd zijn. En dat ze hun kinderen eventueel zouden willen op de vrije school zouden willen doen als die er komt. En we hebben gezien dat de interesse is dusdanig breed. Dat we niet alleen uit Kastikum en uit Geest heel veel leerlingen hebben. Maar ook uit alle omringende gemeenten. Mm-hmm. Dus we hebben ook heel veel aanmeldingen uit Wijk aan Zee. Akkersloot, Velsen Noord, zelfs tot Haarlem aan toe zelfs. En uit Amsterdam bijvoorbeeld ook. Omdat mensen daar zeggen van wij komen eigenlijk uit Kastikum. En dan komen wij wel terug voor die vrije school als die er komt. Ja. Maar het is inderdaad wel wat jij zegt. Er is natuurlijk aanbod aan leerlingen. Ja, ik vis verder dan alleen de vijver van Kastikum en uit Geest. Dus het onderwijslandschap wat verrijken, zeg maar. Het kleurenorkest in Limmen, die heeft hetzelfde verhaal eigenlijk. Ook met betrekking met leerlingen buiten de regio om. Ja. Maar ik heb ook begrepen dat het met die school bijvoorbeeld niet zo gaat zoals ze dat zouden willen. Nee, zij hebben inderdaad het leerlingenaantal niet gehaald. Dus nu zijn ze samen met een andere school, heb ik begrepen. Ja. En dan kunnen ze wel nu blijven bestaan. Ja. Dus zo hebben zij zich nu gered. Maar vrije schoolonderwijs is dusdanig anders dat het een wat bredere doelgroep heeft, dan het onderwijs. Wat is het, in het kort het verschil tussen gewoon een reguliere onderwijs en een vrije school? Het vrije schoolonderwijs gaat uit van een bredere basis voor kinderen. Dus de slogan is ook eigenlijk een beetje leren met hart, hoofd en handen. Dus de kinderen zijn niet alleen bezig met klassikaal zitten en taakjes doen. Maar ook beweging is een heel groot onderdeel. Dus tijdens de lessen is bewegen ook echt heel erg essentieel. Dat is een apart vak, hè? Eurythmie. Dat ook. Dansachtig. Dat is een soort gymdansachtige activiteit. Maar ook bijvoorbeeld ze rekenen. En in plaats van dat ze rustig gaan zitten, gaan ze bijvoorbeeld klappen. En via klappen gaan ze dan weer tellen of springen of staan. En het is ook aangetoond dat kinderen daardoor dingen ook beter onthouden. Omdat er gewoon heel veel afwisseling is binnen het onderwijsprogramma.
En niet alleen dingen zoals rekenen en taal worden gegeven, maar bijvoorbeeld ook echt kennis van bijvoorbeeld tuinieren. Er is gewoon echt vaak een mooie moestuin bij. Daar leren ze echt een heleboel. En filosofie. Nou, dat is op jonge leeftijd nog niet heel erg aan de orde. Nee. Maar het lesprogramma is veel breder. En ze leren veel meer dingen, bijvoorbeeld ook over de natuur, over de seizoenen, over allerlei jaarfeesten. Dus ze zijn heel breed onderlegd, zeg maar, als ze uiteindelijk van een vrije school afkomen. Ja, volgens mij is het ook zo dat ze altijd uitgaan van de ontwikkelingsfase waarin een kind zit. Ja, zeker. En dat ze daar het aanbod op afstemmen. Ja, dat is op een normale school natuurlijk ook zo. Maar ja, het is heel specifiek. Kleuters die leren nog niet. Hè? Of althans, die leren alleen door dingen te doen en door te spelen. Ja. Jij hebt een kleutergroep en jij bent misschien wel al met letters en dergelijke bezig, of niet? Ja, met thema's en zo. Nou, ze hebben nu één letter gehad. Oké. Okay. Van mama. En dan heb je de twee leerlingen die dan met een, die ook met schrijven bezig zijn. En zie je ook dat die belangstelling voor het schrijven ook ontstaat. Maar dat is op de vrijschool volgens mij niet zo. Het is anders. Kleuters die mogen echt nog spelen. Ja, ze gaan echt meer uit van spelen. Ja. Kijk, en er is natuurlijk wel lesaanbod. En bijvoorbeeld bij de oudere kleutergroepen, je hebt altijd een eerste kleuterklas en een tweede. En de tweede kleuterklas is dan vaak op woensdagmiddag langer op school. Okay. En dan gaan ze een activiteit doen met een wat kleinere groep. Bijvoorbeeld met z'n allen samen een brood bakken. En dan kan je denken, ja, brood bakken, hè, dat doen we bakken thuis ook wel eens een cake. Maar ze krijgen zelf dan de regie en dan mogen ze zelf uitrekenen, hè, met onder begeleiding van wat hebben we nodig en wat moeten we ermee doen. Ja. Zo gaan ze dan echt spelenderwijs zoiets zeg maar leren. Ja, ik vind het, als ik het lees, en ik kom zelf ook uit het onderwijs, dus ik heb het helaas ook moeten lezen allemaal. Dat is van Rudolf Steiner en andere antroposofische denkers en dergelijke. Maar het klinkt altijd heel erg mooi en ik vind de gedachte geweldig. Maar ik vraag me dan toch af van, bereid je de kinderen wel goed voor op een toch wat andere maatschappij? Op een harde mate, waar je met die eurythmie dan misschien zo heel ver komt. Nee, maar ja, het moet alles bijdragen aan deelname in de maatschappij. Ja. Nou, weet ik niet. Maar hoe is de aansluiting eigenlijk voor naar de hogere scholen? Ja, die is goed. En de uitstroomgegevens zijn landelijk ook hoger dan gemiddeld. Dus 60% van de kinderen die uitstroomt vanaf het basisonderwijs kan volgens mij naar HAVO of VWO. Okay. Dus die getallen weet ik dan wel weer, maar volgens mij is dat nog steeds geen 50% van de HAVO-VWO gaat. Nee, het ligt hoog. Maar bij jullie dan wat hoger? Ja, het ligt hoog. Maar dat komt misschien ook omdat het meer hoger opgeleide ouders zijn die hun kind bewust op zo'n school zetten. Dat zou kunnen, ja. Is er dan ook heel veel verschil tussen die oude Maria Montessori-school? Montessori is weer gestoeld op andere basisbeginselen. En daar is volgens mij heel erg, daar weet ik niet heel het fijne van. Want die hoef ik niet op te richten. Maar die gaan volgens mij meer uit van wat kan het kind zeg maar zelfstandig al helemaal doen. Ja. Dat is volgens mij dat. En nu wil je een school oprichten en dat gaat niet zomaar. Hey, nee. Artikel 23 van de grondwet zegt dat er vrijheid is om een school op te richten. Behalve dan openbare scholen, dat mag weer niet. Daar willen ze wat in veranderen, heb ik begrepen. Maar dit is dan bijzonder onderwijs. Hè? Ja. En dit mag dus wel, maar daar moet je wel aan een aantal zaken voldoen. Ja. Ja. Zoals? We moeten een leerlingenaantal hebben. De gemeenten hebben per gemeente afzonderlijk cijfers waar je zou moeten voldoen. Binnen een aantal jaar moet je bijvoorbeeld in een gemeente Kassikum op 212 leerlingen zitten. Binnen een termijn van volgens mij 5 jaar. Dus dat aantal moeten we halen. Ja. Dus als we met 10 kinderen gaan starten, dan gaan we dat waarschijnlijk niet redden. Nee. Dus ik heb genoeg kinderen nodig. Ja. De procedure is zo dat als wij genoeg leerlingen hebben tegen het eind van het jaar, dan kunnen we dit voorjaar een verzoek indienen bij het ministerie om opgenomen te worden in het plan van scholen. Dan krijgen we ook een zogenaamd BRIN-nummer, registratienummer. En daarmee kan je dan je onderwijsinstelling zeg maar starten. Ja, maar dan moet je ook nog de medewerking van de gemeente hebben. Natuurlijk. En een lokaal hebben. Ja. En onderwijzers hebben. Ja. Onderwijzers hebben. Ja. Dus er komt heel veel bij kijken. Ja. En je weet wat Zeker. Je op je hals hebt gehaald. Ja, dat weet ik wel. Ja. Ik ben daar zo benieuwd. Hè? Want je zegt nu van jullie gaan eigenlijk uit van voldoende leerlingen. Ja. Maar hoe weet je dat? Hoe heb je dat onderzocht? En hoeveel leerlingen zou je nu komen? Ik heb nu 110 aanmeldingen uit de omliggende gemeente, zeg maar. Ja. We zijn in overleg met Stichting Ithaca. Dat is een overkoepelende organisatie voor vrije scholen in Noord-Holland. En die stichting die heeft ons een beetje onder de vleugels genomen.
Dus die kunnen ook de zaken regelen zoals het vinden van een bestuur en docenten. Allerlei beleidsmatige zaken. Ja, maar heb je al met de gemeente gesproken? Ja, zeker. Ja, zeker. Staan die daar positief tegenover? Ja. Ja. Want vaak zijn er toch gemeentes die de boel een beetje afremmen, omdat ze bang zijn dat andere scholen eronder gaan lijden. Ja. Dat er een soort kannibalisme ontstaat. Ja, ja, maar de gemeente Castricum is daarin ook heel realistisch. Die zeggen ook van ja, we zijn echt een sterk vergrijzende gemeente, dus laat wel zien dat je echt bestaansrechten hebt. Maar op het moment dat ik kan aantonen dat ik genoeg kinderen heb en genoeg animo, dan kan de raad ons niet meer negeren. En dat geldt voor elke betrokken gemeente. Ja. En heb je al gebouwen op het oog? Ja, genoeg, maar of we die kunnen krijgen is natuurlijk een verschil. Nou, de gemeenten die kunnen nog helemaal niks toezeggen wat concreet zou kunnen zijn. En tijdsplanning, je eigen kind is anderhalf, dus ja. Het moet over 2,5 jaar moet klaar zijn. Ja, ja, gasten ja. Even egocentrisch motief. Je hebt wel één leerling. Ja, ja, nou, ja, ze staat ingeschreven. Ja, ja. 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 Ja, is dat de planning? De planning is, als we in het voorjaar kunnen aantonen dat we genoeg leerlingen hebben, kunnen we dan de procedure starten. Moet voor 1 april rond zijn. En dan krijgen we in september te horen of, zeg maar, of het allemaal doorgezet wordt. En dan zouden we in 2017 kunnen starten. Oké, okay. Je bent dus nu heel erg op zoek naar ouders die hun kind bij jullie willen aanschrijven, ja. Inschrijven. Ja. En dat moeten kleintjes zijn of kunnen het ook wel kinderen zijn die al in groep 5 of 6 zitten? Nee, het werkt zeg maar zo. We willen het liefst starten met 2 kleuterklassen van 24 kinderen per klas. Het liefst dan met 50-50 verhouding van 4 en 5 jaar. Maar het werkt zo dat des te meer animo er is voor hogere klassen, we klassen kunnen gaan vormen aan de hand van aanmeldingen. Oké, okay, nou, misschien een baantje voor jou. Ja. Heb je al een naam voor de school? Alle opties zijn open. Ik heb hier een docent die misschien er wat voor voelt. Hij kent de letter M al. Dus. Ja. Nou, ik wens je veel succes met het oprichten van die school. Ik denk dat het onderwijslandschap verrijkt in de buurt. Dat denk ik ook. Andere school is de Bergense school, René. Ja, dat is een hele andere school. Heel andere school, maar dat is niet met een gebouw, hè? Nee, is niet in een gebouw. Bergense school, ik zei het al in de aankondiging, je hebt je schilderijencollectie weggegeven, die heb je geschonken, zoals dat heet, hè, met kunst aan het Singermuseum. En dat waren allemaal schilderijen van de Bergense school. Kun je ons uitleggen wat dat was, die Bergense school? Ja, dat is een stroming geweest in de Nederlandse kunstgeschiedenis tussen, ja dat klinkt heel doserend, maar ik kom niet uit onderwijs hoor. Maar tussen 1914 en 1925 in grote lijnen. En het begon al ietsje eerder, dus 1910 toen gingen er allerlei mensen die, nou ik moet het eerst anders vertellen, maar ik ben bang dat ik dan te veel in details ga. Maar tussen 1910 en 1914 krijg je heel veel nieuwe impulsen wat de kunst betreft. Er komen ontzettend veel kunstenaars uit Frankrijk, Italië, Duitsland. Die komen allemaal naar Nederland hun schilderijen laten zien. Bij die kunstenaarsverenigingen in Amsterdam. Dat is dus ruim voor de Eerste Wereldoorlog. En de Nederlandse jonge kunstenaars die pikken dat op. De oudere kunstenaars hebben daar grote moeite mee. Die blijven schilderen in een traditionele stijl. Maar heel veel jonge kunstenaars die denken, ja, dat is eigenlijk ook wel wat voor ons, zouden we ook wel willen. Mm-hmm. Het is totaal iets anders. Hè? Daarvoor had je dus een liefelijk landschap, gewoon mooi. Impressionisme was impressionisme, dat, hè? Ja. De mooie grauwe luchtjes of de blauwe luchtjes, hoe dan ook. En ja, toen kwam er door al die buitenlanders die dat lieten zien, ja, toen dachten die Nederlandse schilders, dat willen wij ook wel. Ja, dat is het expressionisme. Dat is het expressionisme. Ja, en dat is dus niet ontstaan in Nederland, het is in het buitenland ontstaan. Ja, het is helemaal gebaseerd op de buitenlandse, met name de Franse kunst. Het fauvisme. Er was een fauvisme en daarna krijg je het kubisme en het luminisme. Nou ja, dat is wat allemaal licht en zo, dat gaat er allemaal aan vooraf. Maar dan is er een Fransman, Henri Le Fauconnier, en die schrijft zijn theorieën over die nieuwe kunst op. Dat gaat hij gewoon publiceren in 1912 en daar krijg je heel veel discussie over. Want die wil dat niet meer, dat zoetelijke landschap. Die wil gewoon vette penseelstrepen, lekker iets kubistisch opzetten. Het hoeft allemaal niet keurig recht, het mag gewoon andere vormen hebben. Dat is allemaal verrijking van de kunst.
Het hoeft allemaal niet meer licht te zijn, het mag ook rustig een beetje donker. Maar dan moet er altijd contrast in zitten. Het is dus nooit zomaar donker, het is nooit zomaar een donker schilderij. Die bestaan niet binnen de Bergse School. Ze zijn allemaal heel contrastrijk in hun kleur. Enfin, ik ben ontzettend van die stroming gaan houden. En wanneer was dat? Dat je nou, heel lang geleden. Heel. Ontzettend, bijna 100 jaar. Nee, dat kon niet. Nee, maar op een bepaald moment ben je daar. Ja, ben ik daar. Ja. Nou, ik heb eerst gewoon wat andere. Ja, je koopt wel eens een schilderij voor in je huis. Dus het is daarmee eigenlijk gestart. Maar je was dus al een kunstliefhebber? Altijd al. Welke leeftijd dan? Dat moet dus 30 zijn, want ik verzamel al 40 jaar. Nee, maar daarvoor heb je natuurlijk ook een soort interesse. Maar. Ja, nou ja, mijn ouders hadden gewoon weliswaar geen kunstcollectie of zoiets, maar die hadden wel allemaal schilderijen aan de wand. En ik vond ze eerlijk gezegd niet zo geweldig. En mijn broer riep altijd, die zijn later voor mij, die is voor mij. Ik zeg, je mag alles hebben, want dit spreekt me niet zo aan. Er waren met kippetjes van Tanker af en heel veel stillevens en dat soort dingen. Dat sprak mij niet aan, dat is heel gek. Je zou zeggen, dan heb je daar toen al een reactie misschien op gehad. Hoe dan ook, ik wist dat natuurlijk ook niet meteen. Je moet zoiets echt ontdekken. En ik heb dus eerst ook redelijk traditioneel werk, een kerkinterieur gekocht. Met helemaal zo'n kroonluchten erin, met allemaal kaarsen uit 1642. Dat vind je mooi, dan ga je ook allemaal uitzoeken. Hè, waar is dat schilderij geweest? Wie heeft dat gemaakt? En waarom? En je leert dan dat je bij elk schilderij heel veel kunt gaan uitzoeken. Van welke weg heeft het gegaan door de tijden heen? En toen kwam ik een keer bij mensen. Ik had inmiddels een stuk of 4, 5 schilderijen gewoon in je huis hangen. En toen kwam ik bij mensen thuis. En die hadden daar toch schilderijen hangen. Ja, mijn mond viel open. Die waren zo ontzettend kleurrijk en met zoveel, voor mijn gevoel, liefde gepenseeld. Dus echt heel mooi breed opgezet en paste in elkaar en toch niet zo zoetelijk als al die andere dingen. Ik zeg, wat hebben jullie hier hangen? Wat is dit? Toen zei ze, ja, dat is Bergse School, maar daar weten we verder ook niks van, maar het heet Bergse School. Ik zei, oh nee. Dus toen ben ik gaan zoeken wat Bergse School was en dat het maar een korte stroming was en dat er heel veel rare begrippen over bestonden, want in de gemeenteraad van Bergen, daar heb ik een spreektijd gevraagd en toen hadden ze het over de Bergse School en toen praatten ze over 1940, 1950. Ik zeg, sorry, wij zitten op 2 verschillende golflengtes, want die Bergse School was in 1925 over, dus waar jullie het over hebben is iets heel anders geweest. En de Bergse School is ook een landelijke beweging, maar die concentreerden zich wel in Bergen. Ja, want ze zijn wel allemaal bij elkaar gaan wonen. Ze zijn allemaal naar Bergen gegaan. En ook nog in een bepaalde buurt, hè? Nee, niet per se. Ze wonen door heel Bergen heen, maar er is er eentje die ik heb natuurlijk heel goed voorbereid, dat snap je wel. Ja, maar die ene heeft... Ik heb begrepen dat ze allemaal rond de Buurweg aan het... De Charlie Torp heeft er gewoond en Le Fauconnier heeft toen die Amsterdamse schoolhuizen klaar kwamen, die heeft er als eerste, dus hun voorloper, die Henri Le Fauconnier, die Fransman, die heeft dus als eerste in zo'n huis daar gewoond in de Ster. En Charlie Torp is eigenlijk de meest... Die heeft pas veel later gebouwd, hoor, in de 20er jaren. Ja, maar is de meest bekende eigenlijk van die school. Ja, maar dat is niet de belangrijkste. Niet zeker de belangrijkste? Niet. Nee, ze gaat heel snel over naar een vorm van sociaal realisme. Dus, maar goed, in die toptijd, want vanaf 1914 zie je dan dat het helemaal een eigen karakter krijgt. En in 14, 15 werken ze en 16 werken ze heel veel bij het Oude Hof. Ik weet niet of dat jullie iets zegt, dat is een mooi buiten in Bergen. En daar werken ze allemaal. En ja, dat inspireert duidelijk. Dat is een hele mooie omgeving. Met beekjes nog steeds overigens. Met beekjes en met lanen. En met een heel mooi oud gebouw. Heel, heel romantisch. Maar ze werken er niet romantisch. Ze werken dus juist met prachtige kleuren. Ja, je mag het ook romantisch noemen. Maar op een andere manier. Maar heel duidelijk. Er zit veel kleurrijkdom. Intens. Ja, ze mochten ineens alles. Ze hoefden niet meer een braaf land. En in de kunstwereld zelf was het natuurlijk ook een enorme botsing. Want die schilders die altijd traditioneel werkten en ook de recensenten, die zagen, die dachten dat die idioten daar, die belachelijk. Ja. Maar er waren ook recensenten die zagen, hé, hier is wat aan de hand. Dus ook heel vroeg al zijn de boeken werd in recensies en ook in publicaties. Er is een Duitse kunsthistoricus geweest die in 1918 meteen na de oorlog naar Nederland kwam, want wat was er nou allemaal gebeurd? Hij had zoveel gehoord, dus hij kwam hier kijken wat er aan de hand was. Dat was F.M. Hübner, Friedrich Markus. Hoe dan ook, die kwam kijken wat hier in Nederland aan de hand was. En die schreef er in 1921 een boek over, 1921. En de beweging manifesteerde zich vanaf 1914, dus dat is eigenlijk binnen 7 jaar. En die zei, maar er is sprake van een enorme Bergse school. Die Nederlanders zelf hebben het misschien niet eens in de
gaten, maar het is fantastisch. Schrijver 1921, al die boeken heb ik. Want je moet het uit alle boeken halen en je moet het ook echt daaruit, hè, daardoor, want dat maar is in is die tijd... Maar is niet meer hot nu, die Bergense school? Jawel, nu weer wel, ja. Ja. Maar Cobra, dat is volgens mij 1948, is daar toch ook een beetje een vervolg op, of niet? Nee, daardoor is de Bergense school mede weggezakt. Hè, want de Bergense school was in 25 over, dan krijg je de crisis en de verzamelaar van de Bergense school had hen natuurlijk altijd, dat was ene Piet Boenemaker, die had die schilders altijd gesteund. Dus ze konden ook naar het buitenland mooie schilderijen gaan maken en die bleven toch in soortgelijke stijl allemaal, allemaal heel goed herkenbaar. Dus kom allemaal naar het Singer Museum. Ja. Maar daarna krijg je de crisisjaren. Hè? En toen was er en geen geld, en worden de steuncomité's opgericht. Maar dan is de Bergse school over. Want dat was ook een stroming van blijdschap. Die hele Bergse school. En dan komt na de oorlog natuurlijk vreselijke trieste jaren. En na de oorlog, ja, dan is er in eerste instantie helemaal geen belangstelling voor die schilders uit tussen 1914 en 1925. Dat is weg. En dan komen die mensen van de Cobra. Ja, die brengen licht en zon en alles straalt en blijdschap. En dat hadden we na de oorlog nodig. Dus dat is heel logisch. En toen heeft een hele generatie gewoon vergeten terug te kijken. Het is wel zo dat ze Mondriaan en Gestel en Sluiters en Jan Toorop eruit gehaald hebben. Maar dat die hele eerste stroming expressionisten, die hebben ze eigenlijk behoorlijk verwaarloosd. En toen dacht ik, ja, en het is zo mooi, het is zo prachtig. En dat zijn we vergeten, dat is toch vreselijk. En jij bent op een gegeven moment ben je die schilderijen gaan verzamelen? Gaan kopen? Ja, verzamelen, ja, precies. Kopen heet dat toch? Ja, ja, want je kunt niet, net als bij blokken, gewoon even iets gaan kopen. Dat bestaat helemaal niet. Nee, je moet op zoek dus. Ja, je moet naar veilingen en kijken wanneer het zich voordoet. En, en dan moet je ook nog weten of het uit de goede tijd is. Dus ik zat heel veel... gevoel voor hebben. Ja, maar ik ben ook naar het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Daar kun je alles vinden, daar kun je inlezen. Er is ontzettend veel literatuur. Waar ze mee je moet ervan houden. Waar is een beetje te betalen, of niet? Mooi om te zien. Sorry? Waar is een beetje te betalen? Nou, ja, heel vaak niet. Nee, want nou dat komt... Of iets triviaals als geld. Ja, want dat heb je nodig. Maar dat had ik niet. Dus ik heb gewoon altijd een normale baan gehad, zoals jullie er ook allemaal bij werken. Ik heb het nog. Ik heb het nog. De mooiste baan die er is. Ja. Wij wel, ja. Nou, ik werk voor een Duits museum op het eiland Veur, dus dat is een... Als schilder, of niet? 700, ik kan helemaal niet schilderen, twee linkerhanden hoor, ik kan absoluut helemaal niks. Ja. Nee, maar sorry, ik onderbrak je, maar je hebt dus overal die schilderijen vandaan gehaald. Ja, en als ik geen geld had, dan had ik dus een paar grote verzamelaars in Nederland en die begrepen gewoon dat ik geen geld had, maar ik heb hen met mijn adviezen ook nooit om geld gevraagd. Ik heb gezegd, ik help jullie, ik leg precies aan, want ik beheers die periode, dus ik kan voor jullie dat precies uitzoeken. Ik wil er geen geld voor, maar als ik geld nodig heb, 4.000, 5.000 of veel meer, één keer is dat gebeurd, veel en veel meer, dat is dat grote drieluik, dat Lucange du Vagabond, jij zei het straks, ja. Toen had ik veel meer nodig en dat ging echt over heel veel, kun je bijna een huis verkopen. Dus toen heb ik een goede vriend opgebeld, ik zeg, als ik nu dat geld van jou niet krijg, dan vertrekt dit schilderij naar Amerika. Hij zei, oké, wanneer moet je het hebben? Ik zei, morgen. En toen zei hij, dan is het er. Ja, oh. En toen ben ik jaren aan het teruggaan. Misschien is het voor jouw school gedacht. Ik heb wel heel goed vertrouwen in jou. Je hebt er op een bepaald moment, had je er meer dan 80. Ja, en toen mochten zij kiezen. Toen heb ik gedacht, waar had je die dan? In mijn huis hangen heel veel. En ik, maar heb je zo'n huis dat je 80 schilderijen hebt? Nee, maar er zijn continu schilderijen. Er komen er deze week weer een heleboel thuis. En er gaan er weer een stel de deuren. Die schilderijen die zijn continu, net als je kinderen gaan ook wel eens op vakantie. Ja. Maar die schilderijen ook, die gaan naar allerlei musea. Dus die hangen continu door het hele land. Dat is geen opschepperij hoor, dat klinkt wel erg, maar dat gaat gewoon zo. Ze weten wat je hebt. Je hebt het over die Bergense kunst, hè? Ja, die Bergense school. Ja, ja. En je zegt dat het een landelijke beweging is geweest. Ja, maar meer dan dat. Maar zijn er in heel Nederland dan eigenlijk ook meerdere musea, zeg maar, waar je kunt zien? Stonden ze nog in de depots. Hoewel, je hebt in Eindhoven het Van Abbe Museum. Maar dat zijn bijna allemaal musea, die zijn voortgekomen uit private of dus privéverzamelingen. Yeah. Ja, dus het Van Abbe Museum, en we hebben heel veel verzamelaars gehad. En ja, het Haags Gemeentemuseum heeft een prachtige collectie. En ik denk dat ze nu inmiddels ook wakker geworden zijn, maar dat geldt voor heel veel musea. En Alkmaar heeft een schitterende collectie. En in Bergen had je, of heb je nog steeds, Kranenburg, een museum. Kranenburg. Ja, maar die heeft sinds een jaar of 3-4 een hele andere koerswijziging ingezet. Die zijn andere dingen gaan doen. Die zijn een beetje een culturele speeltuin geworden. Die hebben dus allerlei vrolijke, gezellige dingetjes. Maar op een bepaald moment, geen Bergense school. Jij hebt meer dan 80 schilderijen.
Ja. Al of niet in huis. Ja. En op een bepaald moment besluit je toch om er afstand van te doen. Ja, ik word een dagje ouder. Ja, maar ja. Dat betekent, ja, wij allemaal. Maar op het is toch een enorme beslissing. Ja, maar die gaat ook niet van één dag op de andere. Ik heb er eerst met mijn kinderen over gesproken. Van jongens, je moeder is wel een beetje gek geweest. Dus we hebben wat veel. En mijn kinderen hebben dus ook allemaal al schilderijen aan de wand. En mijn dochter is zelfs al naar de veilingen gegaan. Die is ook behept met dat virus. Dus die koopt ook. En ik moet zeggen, vrijwel al mijn buren. Want het is ontzettend fascinerend. Dus waar ik woon, al die mensen aan de overkant en zijkant en zo. Die zijn ook allemaal. Ik hoor dat nou ook wel. Want die had natuurlijk een andere belangstelling voor kunst, wat je zei, je broer toch, meen ik? Ja, mijn broer die wilde de kippetjes van mijn vader, die aan de wand hingen. Heeft hij nou ook belangstelling voor dit? Nee. Maar goed, het vertegenwoordigt een bepaalde waarde en je schenkt het. Ja. Is dat niet, ja, dat is in kapitalistische begrippen, is dat vreemd? Ja. Ja. Ja, er zijn zelfs mensen die zeggen, je onterft je kinderen. Maar dan zeg ik, stel dat jij postzegels verzameld hebt en dat die plotseling heel duur worden. En dat je op een gegeven moment jaar of 70 bent en dan denk je, hé, wat moet ik daarmee? Je brengt ze naar een veiling, ze worden verkocht en je gaat kroezen maken. Dan stelt toch ook op als je kinderen... Maar je wilde ook de verzameling bij elkaar houden. Dat was punt 1. Ja. Ik wilde de verzameling, maar dat hebben mijn kinderen ook heel lang geweten. Ik wilde de kern van mijn verzameling en dat was de Bergse school. Want daaromheen zaten ook nog 40 expressionisten. Want ik had dus ook heel veel werken van De Ploeg. Dat is de tweede expressionistische beweging. De Groningse beweging is dat, hè? Uitstekend ingelezen. Ja, dat is de tweede expressionistische beweging in Nederland. Ja, en die is ook in het buitenland heel erg bekend. Er gaat nu een collectie binnenkort in Davos, wordt tentoongesteld. En het Singermuseum krijgt weer een collectie van Kirchner. Enfin, dat heeft allemaal met elkaar te maken, maar... wat was eigenlijk jouw vraag? Mijn vraag was dat je de collectie bij elkaar wilde houden. Ja, koet. Ja. En mijn kinderen waren het daarmee eens. Ja. En die staan erachter. En dan ga je het schenken natuurlijk. En dan ga je nadenken, aan wie kan ik dat dan schenken? Ja. En dan is het Singermuseum nou denk ik niet de eerst aangewezen instantie om het te schenken. Want die hebben daar helemaal geen historie mee met die Bergse school. Klopt. Die zijn met impressionisten bezig. Nee, maar er waren dus een paar redenen voor. Het Singermuseum is inderdaad een impressionistisch museum eigenlijk. Maar ze hadden al een aantal werken van expressionisten gekocht. Zeker 5, 6, 7. Maar dus ze hadden wel die stap zoetjes aangezet. Maar mijn overweging was wel, Kranenburg is een andere weg ingeslagen. Want als ik heel eerlijk ben, heb ik altijd verzameld met het idee dat het in Kranenburg zat. Het hoort in Bergen thuis. Ja. Anderzijds, het was geen dorpse, absoluut niet. En ook geen regionale beweging. Het was gewoon een nationale en zelfs internationale beweging in die tijd. Dus eigenlijk hoefde wat dat betreft het niet per se naar Bergen. Maar mijn hart bloedt wel een beetje. Ja, dat het daar niet terecht is. Ja, maar had ik heel eigenlijk graag gaat had. Het ook, de schenking op zich gaat je aan je hart volgens mij. Want ik heb je op tv gezien bij Nieuwsuur en daar was je natuurlijk toch wel aan je hart. Het zijn toch een soort kinderen van je. Ja. Nee, dat laat je niet koud. Ik moet zeggen, toen de schilderijen, want ze zijn merendeel is vorig jaar september al weggegaan. Als je dan zo'n auto weg ziet rijden. Ja, ja. Kijk, dat is al 10 keer eerder of 20 of 30 of 50 keer eerder. Maar dan weet je dat ze terugkomen. Ja. En toen wist ik, ze komen niet terug. Dus dan had mijn dochter al gezegd, mam, zou ik komen? Ik zeg, nee, ik had net wat jij met het strand wil. Ik zeg, laat mij maar alleen. Doe de deur maar dicht en dan is het over. En wordt het een permanente tentoonstelling in Laren? Of wordt... Nee, dat hoef ik niet. Ik heb er ook geen zeggenschap, wil ik ook niet. Ik ga niet over dat museum, maar ik wilde in Noord-Holland blijven. Want het is in Noord-Holland toch eigenlijk allemaal ontstaan. Dat was punt 1. En ik wilde dat daar echt aandacht zou komen dat het Singer, als ze ja zouden zeggen, als we tot overeenstemming zouden komen, dat het Singer dan, in ieder geval zouden dan een kleine beleidswijziging moeten maken. Want anders kunnen ze het expressionisme niet omarmen. Maar dat hebben ze heel erg vanuit hun hart gedaan. En ze hebben het ook aangetoond, want op een gegeven moment was er een prachtig schilderij in Parijs. En toen mocht ik voor hen naar Parijs en dat hebben we gekocht. Het was voor de eerste keer niet voor mijn eigen geld, maar voor het Singer-collectie. Een prachtige schelfhout en die hangt nu ook op de tentoonstelling. Hebben afgelopen jaar. En toen wist ik, dit is geen gril. Ze willen echt. Want ze zaten financieel echt niet op rozen. Maar dat schilderij hoorde erbij. En ik had het geld niet. Ja. Dus toen hebben zij het gekocht. En toen wist ik, het is serieus. Het is echt serieus. En ze zijn er dolblij mee. En het komt vanuit hun hart. Ik vind het helemaal dat mooi. Dat weet ik. Mooi. Ja. Nou, ga zeker kijken. Ja, allemaal komen kijken hoor. Ja. Nancy, we hebben het nou eigenlijk over schoonheid. Ja. En gaat het bij jou ook over? Je bent begonnen als
personal shopper, had ik begrepen. Ja, ook dat. En als imagostyliste. Dus ik gaf kleur- en stijladviezen voor vrouwen en mannen ook. Oké. Okay. Ja, zo ben ik begonnen. Een imagostyliste, dat klinkt als... Ja. Leg eens uit. Wat is dat? Sorry, voordat ik iets erover ga zeggen. Nou ja, het komt er eigenlijk op neer dat het voornamelijk op de kleding gericht was eigenlijk. Ja. En welke vormen passen bij jou qua kledingstijl en welke kleuren kom jij het mooiste uit. Mm-hmm. En dat was ook heel erg gericht op de buitenkant. En daar had je ook verstand van? Daar heb ik voor geleerd. Daar heb ik een opleiding voor gedaan als imagostyliste. En daar is ook een speciale opleiding voor? Er is een opleiding voor imagostylisten. En daar leer je ook een deel personal shopper bij. Ja, en waar kijk je dan naar als je iemand op zo'n manier begeleidt? Als je zijn imago stylt? Nou, in eerste instantie deed ik altijd als eerste een kleuradvies. Dus dan ga ik echt kijken naar de huidskleur, de natuurlijke haarkleur en je ogen. Dus dat is puur de buitenkant eigenlijk. Dus kijken welke kleur jij het mooiste uitkomt en waar jij het mooiste in gaat stralen, zeg maar. Dus kleur moet iets met je doen. En het is zo dat het mooiste wat ik wil bereiken als kleurenadviseuse, zeg maar, is dat jij binnenkomt met de kleur en niet de kleur met jou. Dus dat is dat het één geheel is met hoe jij binnenkomt. En dat kan heel erg effectief zijn als je gaat solliciteren of als je ergens een presentatie wil geven. Mm-hmm. Of in allerlei omstandigheden, ook op een feestje. Dat jij binnenkomt met de kleur en niet andersom. Ja, en dat is ook met kleding zo. Heb je er zelf erg nagedacht of wat je vandaag zou aantrekken? Nee, niet zo erg. We zijn al redelijk blauw allemaal. Ja, ik vind... Blauw kan gauw, hè? Blauw is een kleur die inderdaad bij heel veel mensen kunnen, inderdaad. Ja. En heel veilig is. Maar blauw is ook een kleur die jou altijd wel porteert, zeg maar. Ik moet zeggen dat ik me heel erg prettig voel in blauw. Dat is wel... Blauw staat ook voor een soort van vertrouwen. Dus... ik vind het altijd wel een veilige kleur ook. En ik vind het ook altijd wel leuk om te combineren dan met de andere kleuren. Maar dat is net ik zin in heb. Maar het is dus dat imago, die mensen krijgen er ook meer zelfvertrouwen van. Ja, het is uiteindelijk wel de bedoeling. Kijk, het is natuurlijk niet alleen de kleur, maar ook bijvoorbeeld de vormen van kleding. Mm-hmm. Dus welke figuurvorm heb jij? Nou, praat ik niet zozeer... In een peervorm of een appelvorm of dat soort dingen. Het gaat er mij meer om van stel bij een vrouw, een bepaald vorm jurkje, je hebt dat type figuur. En dan zijn daar gewoon bepaalde jurkjes bij die het mooiste uitkomen bij dat jurkje. Dus waar jij het best in uitkomt. En je bent je gaan ontwikkelen eigenlijk van de buitenkant. Meer naar de binnenkant. Ja, ik was zelf eigenlijk privé al heel erg bezig met ook de binnenkant. Ik heb in het verleden ook NLP gedaan en systemisch werk en hand- en gezicht lezen. Dat deed ik eigenlijk ook al in mijn adviezen met kleur- en stijladvies. Omdat ik de buitenkant vaak een beetje, hoe moet ik dat zeggen, een beetje te plat vond of zo. Ik weet niet hoe ik dat uit kan leggen. Dat ik ook vond van het een kan niet zonder het ander. Je hebt gewoon... je moet je inleven in de persoon. Ik ook als coach of imagostylist of wat dan ook. En dan moet ik ook in kunnen leven in die persoon. En het mooiste vind ik dan dat je iemand zover kan krijgen dat die echt zijn unieke zelf is. En niet wat het modebeeld zeg maar jou geeft omdat je moet zijn. Nee, maar je bent toch wel vaak afhankelijk van je beroep bijvoorbeeld. Wat voor kleding je aantrekt. Ja, kan ook. En het modebeeld speelt wel een rol, toch? Nou, ik... Ik ben opgegroeid in de tijd dat we broeken met lange pijpen hadden. Wijde pijpen hadden en dat we allemaal lang haar hadden. Dat was in de 60er jaren. Maar ik weet, heb jij ook nog meegemaakt? Ja, zeker. Ja, zeker. Je bent helemaal van de flower power, denk ik. Ja. Of niet? Ja. Maar als je dan... En de maagdenhuisverzetting. Nu mee rondloopt, dan sta je... Die tijd weer terug. Ja. Nee, maar het is zo dat vroeger had je echt een periode, had je een bepaalde trend. En tegenwoordig gaat het zo snel... Dat het bijna niet meer bij te houden is. En de normale, de zaakjes mens, is vaak, die ziet een trend op televisie, dat is in en dat komt in.
En voordat ze dat gaan dragen, is het vaak een jaar later. Ja. Want dan moeten ze eerst wennen aan het idee van, oké, anderen hebben het gedragen, we hebben het gezien. En dan ben je eigenlijk alweer te laat. Dus je loopt altijd achter de mode aan. De normale mensen lopen achter de mode. Nou ja, goed, normaal tussen haakjes zeg ik. Maar ik vind gewoon, in het advies wat ik geef, is voornamelijk zeg maar op het kledingadvies, is meer de vormen die ik geef, maar niet zozeer de trend van wat is mode en wat is in. Natuurlijk is het ook leuk en als een bepaalde trend jou staat, is het ook prima. Maar het is gewoon zo dat niet iedereen staat met een bepaalde trend. Dus ik vind het belangrijk dat de mensen gewoon echt naar mezelf kijken en wie ben ik. En heb je het dan ook over mannen en vrouwen of alleen over vrouwen? Ook over mannen, maar ik heb wel merendeel vrouwen in mijn... Bij ons is er niet zoveel, tenminste. Ik werk op een middelbare school als leidinggevende en daar hebben we 7 leidinggevenden en alle mannen hebben ongeveer dezelfde kleren aan. Ja, mannen kunnen er veel mee doen hoor. We hebben allemaal dezelfde merk spijkerbroek aan. Ja. En allemaal een overhemd, want dat is wel de bedoeling. Geen stropdas. Ja, die is weer uit, gelukkig. Dat is toch een onzinnig ding. Wel eenheidsworst, vind ik zelf. Ja, ik doe er ook aan mee hoor. Ik denk dat mannen ook wel iets meer kunnen doen qua kleur sowieso. Meer blauw. Nou ja, mannen zijn blauw op straat. Ja. Mannen zijn er misschien niet zo mee bezig met kleur, maar ook mannen kunnen juist heel leuk met bepaalde kleuren gewoon mooier uitkomen. En nou ja, goed, dat is dan meer ook de buitenkant, zeg maar, van het verhaal. Maar ik heb eigenlijk merendeel vrouwen die ook niet alleen met kleding en kleur en stijladvies, maar ook met coaching. Probeer dan die vrouwen... probeer dan het accent te verleggen van de buitenkant naar de binnenkant. Dat je mooi van binnen kunt zijn, ook al ben je niet daar zo mooi van buiten. Daar begint het vaak mee, hè? Dat je gelukkig bent met jezelf. Mm-hmm. En met zelfvertrouwen, dat is natuurlijk ook vaak het belangrijkste. Ik heb het zelf ook doorlopen, dus dat is ook waarschijnlijk de reden waarom ik dit werk doe. Dat ik in het verleden ook veel meer onzeker was over mezelf en ook over mijn lichaam en dat soort dingen. En ook stappen doorlopen om dat te accepteren. En daardoor geef ik ook spiegelsessies, voornamelijk met vrouwen, om ook je lichaam te accepteren. Ja, maar zijn dat dan ook over het algemeen vrouwen die daar moeite mee hebben? Vaak is het zo, het maakt niet uit of je dik of dun of wat dan ook bent. Dat is mij ook door de jaren heen opgevallen. Dat in het verleden dacht ik altijd misschien een beetje hokjes gedacht van volle vrouwen die hebben alleen moeite met het accepteren van hun lijf. Maar dat is helemaal niet zo. En er zijn echt vrouwen waarbij ik denk van nou, die hebben echt gewoon elke een heel mooi figuur. En in mijn ogen dan, hè? Want ik bedoel, wat is een mooi figuur. Ja, precies. Ja. En die staan ook voor de spiegel van ik heb dit en ik heb dat. Maar vaak zit daar een diepere achtergrond achter. En dan is het... ik heb laatst ook iemand gehad die zei van... Ja, maar mijn vader zei altijd dat ik lelijk was. Oh, en jeetje. Ja, dat zijn vaak dingen die je dus uit het verleden hebt meegekregen. Ja. Waardoor je dus niet goed genoeg bent, zeg maar. Voor trauma's en daar moet je aan werken. Ja. En je werkt dus eigenlijk van... Ja, sorry... onderbreek je helemaal. Ah, dat mag. Ik vraag me wel eens af van hoe je dan, je gaat uit van het imago, zeg maar. Hoe bepaal je dan die vorm, zeg maar, met betrekking tot het imago? Of? Nou, ik ga niet zo uit van het imago. Dat is echt puur de buitenkant. Ik ga juist uit van de mens. Gewoon, er komt iemand bij mij. Ja. En het is ook een stuk invoelen natuurlijk van hoe is het type mens. Ja. En ga je dan ook uit van het seizoen wat bij je past? Nee, of dat hoor je ook wel eens bij mensen? In eerste instantie is bijvoorbeeld dat kleuradvies, dat is wel echt puur op de buitenkant. En dan wordt het gekoppeld aan seizoentypes. Er is ooit een keer Johannes Itten, die heeft dat bedacht, kleurenleer zeg maar. En die heeft er ook termen aangegeven van herfsttype wintertype, zomertype, lentetypes. Nou ja, dus ik werk dan nog met meerdere types, maar goed. Dus dat is echt puur die buitenkant. Maar het een kan gewoon niet zonder het ander, in mijn ogen. Dus wat je uitstraalt van binnenuit, dat kan je met buitenkant nog mooier maken, zeg maar. Maar het begint natuurlijk vaak wel aan die binnenkant. Ja. Ja. Het probleem is natuurlijk dat we allemaal kijken in de spiegel, volgens mij. Een paar keer per dag. En dan zie je iets, of iemand, zie je staan. Ja.
En ja, de ene denkt waarschijnlijk van shit, ja, de haar is toch wel, wordt erg dun erboven. Of ja, een ander denkt, wow, mag het best zijn. Nou ja, over het algemeen, ik zeg niet iedereen, maar over het algemeen is het wel zo dat we heel goed weten wat er niet mooi is aan onszelf. En ik ben juist bezig met mensen te leren om, wat is er wel mooi aan jezelf. En vaak moeten ze dan even nadenken, omdat ze daar eigenlijk door de jaren heen nooit over nagedacht hebben. Spiegels zijn onbarmhartig, vind ik. Ja, heb je algemene adviezen voor mensen? Behalve dan, kijk eens naar de mooie dingen van jezelf. Zachte lampen naast de spiegel. Ja. Dat helpt. Algemene adviezen? Ja. In de zin van hoe... Hoe kun je nou tevreden zijn met jezelf? Ik bedoel dat... Nou, het begint natuurlijk ook bij het voelen van jezelf. Ja. En dat je eens een keer echt goed naar die onderbuik gaat in plaats van... constant in dat hoofd te denken, wat is belangrijk. En de generatie voor ons is toch nog wat minder positief ingesteld over het algemeen. Mm-hmm. Waardoor ik probeer juist die positieve kant mee te geven aan mensen. Dus richt je op wat je wenst, richt je op wat je wil en plak... Bijvoorbeeld is posters stickertjes op je spiegel van mooie vrouw of hé, mooie man. Ja. Of wat zie je er goed uit. En het is heel simpel en heel eenvoudig. Maar ik leer mensen eigenlijk meer ook een beetje teruggaan naar die basis gewoon. En het unieke zelf. Je hebt een praktijk in Duinenbosch, hè? Ja, de Oude Parklaan, ja. Feel and... Look coach of look and feel coach. Look and feel coach. Dus ja. En dat zijn mensen die allesomvattend wat ik doe. Ja. Nou, dat is je hebt het duidelijk gemaakt wat je doet. Dankjewel. Mag ik één vraagje stellen? Ja, dat is de laatste en dan gaan we erbij. Heb jij een bepaalde? Krijg je alle leeftijden of zeg je op het moment als mensen van figuur veranderen? Dan komen ze, dan komen er veel meer. Het is niet alleen de ingang van het figuur hoor. Ik heb ook coaching en ik doe hand en gezicht lezen, magnetiseren. Dus het is echt een pakketje binnenkant, buitenkant. Maar mijn doelgroep is eigenlijk het merendeel vrouwen, maar ik heb ook mannen in de coaching. En het merendeel toch wel 30 tot de jaren 50. Zo'n die leeftijd. Okay. Ja. Ik dacht dat je ze boven de 50 zou hebben. Nee. Ja. We hebben het geen zin meer bij ons. Ja, maar dan verandert het lichaam het meest. En dan kan je het voorstellen. Ja, maar we kunnen al niks Maar kleding en zo, geen kledingadvies. Ja, ook. Oké. Goed, we gaan er een einde aan maken. Aan het programma bedoel ik. Ja, ik dank jullie allemaal voor jullie komst. Zeer geanimeerd gesprek allemaal. Ja, heel gezellig. Heel fijn. Mocht u willen reageren op deze uitzending, dan kan dat het beste via de mail. contact@c-tv.nl. Bedankt voor het kijken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Belinda's Bloemenkiosk in winkelcentrum Geesterduin en Slijterij Nolet aan de Stationsweg te Castricum.